Jongens, welkom bij een nieuwe unboxing hier op Bremerzet.nl. En elke maand doen we sowieso twee unboxings. Eén van de Loot Gaming en één van de Loot Crate. En eigenlijk al het andere wat we op kantoor gestuurd krijgen. Maar goed, het is tijd voor de Loot Gaming. We hebben het over de Augustus Loot Gaming. En het is thema Fortress. En ik heb nog niet gezien wat erin zit. Maar Tom zei tegen mij, hey Petertje, deze moet jij openmaken. Want dit ligt helemaal in jouw straatje. Dus ik ga hem nu openmaken en je ziet nu mijn eerste reactie van mijn gezicht. Wow, fucking boeiend. Nee. Wow, ik zie Dragon Age. Wow, wat vet. Oké, cool. Nou ja, we gaan hem gewoon openmaken. Ik zie al dat de doos ook van binnen is ook weer in thema van Fortress. Want het is ook volgens mij gewoon een Fortress, een kasteel. Zullen we beginnen met t-shirt? Oh, deze is voor Tom. Denk ik, of niet? Wat is het? Oh, het is Shadow of War. Oh, wat vet. Middle-earth. Wat awesome. Wat heeft dat met... Ja, je gaat natuurlijk Fortresses overnemen in die game. Dat is natuurlijk waar. En dit is nog een exclusieve van Loot Crate ook. Dus het is echt dubbel, triple, quadruple bijzonder. Super vet. Van de game komt bijna uit. Moet je checken. Super vet. Als je van Lord of the Rings houdt natuurlijk. Dit pakketje is van The Witcher 3 Wild Hunt. Oh, vet. Dit is een wijnfles dichtmaker. Hoe vet is dit? Dan kun je wijn lekker bewaren in de koelkast. Doe je gewoon... Doe deze kurk erin en dan is dat het gewoon. Het is wel echt super vet. Kijk de details ook. Echt van die tandjes. Het is echt wel echt exclusief. Echt vet. Super vet voor de Witcher fans. Dan hebben we natuurlijk de pin. Nou, die hangen wij altijd op geen schuur boven. Daar hebben we heel veel pins. Wat is dit dan? Wat is dit het logo van Hearthstone? Ja, toch? Waar is het ook weer van? Oh ja, dit is gewoon van Zelda. Oké. Maar weet jij hoe dit werkt? Moet het dan op het toilet hangen of zo? Dit is gewoon een boekje met papiertjes. En er zit zo'n ding in. En dan kan je hem ophangen. Of is het voor op een fortress? Zodat je in een kasteel, als je wordt aangevallen op het toilet, zodat je toch aantekening kan maken van ik zit hier nu te poepen. En nu ga ik dood. Dan kun je je dagboek bijhouden. Ik weet het niet. Super vet. Hey, dit is gewoon van Zelda, joh. Ik heb lang niet meer gespeeld die game. En dan komen we bij het einde, dat is volgens mij al een beetje mijn hoogtepunt. Maar de vorige, ik moet wel zeggen, de vorige Dragon Age Inquisition figurine viel heel erg tegen. Die ligt inmiddels volgens mij ook al in de prullenbak, want dat was een hele slechte van Morgan. Weet u het nog? Maar ik moet wel zeggen dat ik voor deze wel meer hoop heb. En oh, wauw. Oh, wauw. Het is wel echt heel vet. Het is sowieso een draak. En niet die neppe draak uit Skyrim, maar de echte vette draak uit Dragon Age. Wow, wow, kun je dat zeggen? Nou, dat kan ik. Kijk hoor, daar zit nog wat. Oh, kijk hem gaan. Wauw. Kijk hem. Is dit die eerste draak die hier bestaat? Hij is echt super vet. Ik vind het echt een vette draak. Vette details ook. Die vleugels en die steen. Alleen de onderkant, ik snap nog niet waarom ze een rondje aan de onderkant maken. Ik denk, haal het eraf, want hij staat ook wel op de steen. Maar goed, dit is Loot Crate van Augustus. Super vet volgens mij, Fortress. Het is een beetje ja, een darker thema. Gewoon een beetje, weet je, geen rare tekenfilm dingen, maar gewoon echt coole vette shit. En dat is awesome, Fortress thema. Mocht je het zelf vet vinden, dan krijg je van ons gewoon $3 korting. Hè. Dan krijg je als je naar gamerset.nl/lootcrate gaat, dan kun je daar die code gamerset invoeren. Kun je ze via die website bestellen en dan krijg je een beetje korting. Nou, dat is hartstikke leuk, dat geldt trouwens voor... alle loot crates die je wilt bestellen. Dus gebruik het vooral, help ons, helpen wij jou. Bedankt voor het kijken. Wil je overal op de hoogte blijven van alle vette geeky shit, unboxings, game news, whatever, ga naar gamerset.nl. Bedankt voor het kijken en tot snel.